Hey Jacqueline, kijk, we zijn allebei al naar de kapper geweest. Dus we zijn al op ons paasbest, want we zijn hier bezig samen voor Pasen. 50 jaar Sanna. En ja, daar moeten we toch een serieus met jullie over hebben. Wij zijn ook een beetje serieus bezig nu. Want tweede paasdag, als het allemaal lukt, moet het gaan gebeuren. Paasontbijt en marktactie en nog veel meer op de markt, allemaal in Gouden Herken, Jacqueline. We hebben er onwijze zin in. Maar we kunnen het eigenlijk alleen maar doen als we genoeg geld binnenhalen. Zo simpel is het. Het gaat eigenlijk allemaal om geld. En we hebben onszelf gesteld dat we voor 1 januari 20.000 euro binnen moeten hebben aan op zijn minst toezeggingen. Dan hoef je het nog niet te betalen, want ja, niemand weet natuurlijk hoe het Pasen eruit ziet dit jaar en of we genoeg geld hebben. Het goede nieuws is dat we al bijna naar de 10.000 euro gaan. Dus we zijn al de helft op streek en we hebben nog 5 weken te gaan om nog eens 10.000 euro aan toezeggingen binnen te krijgen. Dus we willen jullie allemaal vragen, denk er eens over na. Wil je helpen om de marktactie en dat prachtige feest van Gouden, en het is niet alleen het feest van Sanna, het is iets waarmee we de hele stad mogen bereiken en gewoon een feestje op de markt mogen vieren zoals we dat vroeger ook deden. En we hebben jullie gewoon nodig. Dat is eigenlijk het korte verhaal. En tegen die tijd gaan we weer een keer naar de kapper. Of niet, of we doen het zelf. Maar, vul in ieder geval het formulier in. Ja, staat de link. Als jij op de link de formulier invult, dan kun je een toezegging in doen. Ook als je mee wil helpen op de dag zelf. Want we hebben maar 200 mensen nodig. Dus dat kan ook nog altijd. Hey, doe mee. En we zien je. En we doen het samen. Zo gaat dat. Tot dan. En kom tussendoor nog maar even met Sanna, dan kan je het allemaal nog horen. Hè? Al die verhalen kan ik je zo vertellen. Doei!